Koning Arthur organiseert een hofdag waarop heel wat van zijn ridders aanwezig zijn. Als ze na de maaltijd bij elkaar zitten, gebeurt er iets bijzonders. Een prachtig versierd schaakbord vliegt zomaar door het raam naar binnen. Niemand durft het te benaderen. En voor men het goed en wel beseft, zweeft het alweer naar buiten. Koning Arthur wil het schaakbord graag hebben. Maar het duurt wel even vooraleer iemand van de ridders zich aanbiedt om deze gevaarlijke kweeste aan te vatten. Uiteindelijk neemt Walewijn, de neef van de koning, de uitdaging aan. Dit is niet verwonderlijk, want Walewijn is een van de meest vooraanstaande ridders van de ronde tafel. Zijn bijnaam is niet voor niets der avonturenvader. En avonturen staan hem in overvloed te wachten. Het begint al meteen nadat Walewijn het veilige hof van Arthur heeft verlaten. Het schaakbord vliegt eerst een tijdje voor de ridder uit, maar verdwijnt dan plots in een spelonk. Als Walewijn volgt, sluit de rotswand zich op wonderbaarlijke wijze achter hem. De grote miniatuur uit het enige volledig bewaarde handschrift van deze avonturenroman toont het schaakbord dat voor Walewijn uitzweeft en de met gras en bloemen begroeide berg waarin het zal verdwijnen. Walewijn en zijn dappere paard Gringolet zitten opgesloten in het duister. Het schaakbord is nergens meer te bekennen en de Arthur-ridder wordt geconfronteerd met zijn twijfel en angst. De diepe duisternis is trouwens niet het enige probleem. In de berg huist ook een drakenfamilie die Walewijn weet uit te roeien, waarna hij zijn kweeste kan vervolgen. De roman van Walewijn is een lang verhaal van ruim 11.000 verzen in gepaard rijm, geschreven in het midden van de 13e eeuw. Anders dan andere middel-Nederlandse ridderromans, zoals de Verguut, is het geen vertaling of bewerking van een oud-Frans voorbeeld, maar een oorspronkelijke middel-Nederlandse roman. Tenminste, er is nog nooit een Franse brontekst van gevonden. En als we de auteur Penninck mogen geloven, gaat het hier om een verhaal dat misschien wel mondeling werd doorgegeven, maar dat nooit eerder werd opgeschreven. We weten in elk geval dat verhalen over Arthur en zijn ridders al in het begin van de 12e eeuw in onze streken bekend waren. Adellijke jongetjes werden vernoemd naar Arthur-ridders. En een van de meest opmerkelijke dragers van zo'n Arthur-naam is Walewijn van Melle, die al in 1118 wordt vermeld in oorkonde uit Gent. De naam krijgt voor de gelegenheid de Latijnse vorm, Walawijnus. Dat wijst erop dat de verhalen over Arthur en zijn ridders al lang voor Chrétien de ronde deden. De Walewijn gaat terug op een mondelijke traditie die heel hardnekkig was. Nog in de 19e eeuw tekende de gebroeders Grimm een verhaal op dat sterk lijkt op de Walewijn. Ook dit sprookje, de Gouden Vogel, heeft een drieledige structuur. Drie koningszonen trekken erop uit om een gouden vogel voor hun vader te bemachtigen. En enkel de jongste, de underdog, houdt de missie vol, maar belandt in een ruiltocht waarbij de vogel slechts kan worden ingewisseld tegen een kostbaar paard, dat op zijn beurt enkel kan worden verkregen in ruil voor een prinses. Dankzij de hulp van een sprekende vos, die eigenlijk een betoverde prins is, slaagt de koningszoon in al deze opdrachten en kan hij uiteindelijk succesvol naar huis terugkeren met niet enkel de gouden vogel, maar ook nog als bonus het paard en de prinses. Aan het eind van het sprookje wordt de vos onttoverd en verandert hij terug in een mens. In de roman van Walewijn zien we geen underdog aan het werk, maar een van de meest succesvolle ridders van de ronde tafel. Maar ook hij krijgt te maken met een drieledige ruiltocht. Het kostbare schaakbord kan Walewijn enkel verkrijgen als hij aan koning Wonder, de eigenaar van het schaakbord, een toverzwaard kan overhandigen. Dat zwaard bevindt zich bij een andere koning, Amoraan, die, hoe kan het ook anders met zo'n naam, hopeloos verliefd is op de schone Isabelle die in het verre Endi, Indië, woont. Amoraan is bereid het zwaard te overhandigen aan Walewijn in ruil voor Isabelle. Ook Walewijn wordt bijgestaan door een sprekende vos die de naam Roges draagt en net zoals in het sprookje een betoverde koningszoon blijkt. Zo lijkt de structuur van het verhaal van Walewijn op een waaier, die eerst wordt geopend en dan weer wordt toegevouwen.
Wanneer Walewijn met de jonkvrouw Isabelle terugkeert naar het hof van koning Arthur, zou men verwachten dat de held trouwt met de geredde jonkvrouw, zoals dat in Franse Arthur-verhalen meestal het geval is. Maar juist daarover lijkt de verteller te twijfelen. Niet wel en weet ik die waarheden hier, of die ze trouwde, die ridder Vier. Of die dapper ridder ook met haar trouwde, daar weet ik het fijne niet van. Dit heeft alles te maken met Walewijns traditionele reputatie van begeerlijke, maar overtuigde vrijgezel. Hij is een man van one-night stands, niet van huwelijkstrouw. Het zou wel heel vreemd zijn als zo iemand hier voor de gelegenheid plots wel in het huwelijk treedt. Het einde van de roman van Walewijn biedt nog meer verrassingen. Meteen na de halfslachtige mededeling over de verdere toekomst van Walewijn en Isabelle duikt een tweede auteursnaam op. Een zekere Pieter Volstaert deelt in een epiloog mee dat hij het werk heeft afgemaakt dat iemand met de naam Penning was begonnen. Omtrent 3 en de 3300 verzen heeft er Pieter of gedicht, zegt het handschrift. En dat betekent dat Pieter 1/3 van de tekst gemaakt heeft. De avonturen van Walewijn bieden tegelijk spektakel en lessen in hoofdgedrag. Walewijn is een gentleman geweldenaar die overvloedig bloed laat vloeien, maar die ook uitermate beleefd is, weet hoe hij zich moet gedragen in gezelschap en goede tafelmanieren heeft. Zijn moed en slagkracht zijn fabuleus, maar precies daardoor ook karikaturaal en ironisch. Wanneer Walewijn Isabelle wil schaken uit de burcht van haar vader, moet hij bijvoorbeeld door indrukwekkende verdedigingslinies dringen. De burcht wordt vervolgens beschermd door 12 muren, elk voorzien van 80 torens. Tussen elke muur loopt bovendien een rivier en de koperen toegangspoorten zijn extra verstevigd. Elke poort wordt bewaakt door 80 zwaar bewapende soldaten. Dit kasteel binnendringen lijkt een onmogelijke missie, maar Walewijn gaat de uitdaging aan. Hoewel hij uiteindelijk gevangen wordt genomen, moet men na zijn doortocht maar liefst 20 wagens met lijken afvoeren. De hele scène krijgt er zowaar komische allures door. De aantrekkingskracht voor het publiek lag misschien wel in die mengeling van bruut geweld en etiketten. Nog steeds kunnen we genieten van helden zoals Walewijn. Denk maar aan het succes van figuren in hedendaagse actiefilms, zoals de eeuwige vrijgezel James Bond.